Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 9 februari van Weerplaza. Het is een wisselvallig weekend en dat komt doordat er een lage drukgebied over de Noordzee trekt. De lijnen van gelijke druk die liggen dicht bij elkaar. Dat betekent ook dat er veel wind staat en af en toe trekt er een bui voorbij. De kern van een lage drukgebied, daar krijgen we vannacht en morgen mee te maken met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En daarachter trekt de wind weer aan. Voor vandaag ziet het er best wel aardig uit met geregeld zonneschijn. Soms valt er een enkele bui. Er staat een stevige wind vanuit het zuidwesten. Windkracht 8 langs de kust, windkracht 6 boven land. En met 9 of 10 graden ligt de temperatuur aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Maar door de wind voelt het natuurlijk allemaal wat frisser aan. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe en van het zuiden uit gaat het regenen. En morgen ziet het er dan heel anders uit, met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt in de middag 6 graden in Groningen tot 9 in Limburg. En de wind is minder sterk dan vandaag, hooguit windkracht 5. Maar later op de dag kan de wind vooral in de kustprovincies in Zeeland en Zuid-Holland even aantrekken tot windkracht 8. Maandag wordt het allemaal beter, dan breekt de zon van tijd tot tijd door. Valt er nog een enkele bui, wordt het 6 of 7 graden bij een matig tot vrij krachtig wind vanuit het noordwesten. Vanaf dinsdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur stijgt in de middag naar 9 graden op de woensdag. Wel worden de nachten geleidelijk aan kouder. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.